Nou, voor het mbo is het zo dat je onderwijstijd moet hebben. En tot nu toe bieden wij alle opleidingen gewoon hier op Bonaire aan. Wij gaan volgend jaar wel verkennen of wij bepaalde BBL-opleidingen ook online zouden kunnen aanbieden. En dan in samenwerking met Aruba en Curaçao. En dat zijn dan opleidingen mogelijk in de zorg. Daar gaan we gewoon heel voorzichtig eens kijken met onze scholen op de beide eilanden. Van wat zou mogelijk zijn. Juist omdat je voor sommige opleidingen maar heel weinig studenten bijvoorbeeld op Bonaire hebt. Een paar op Curaçao en een paar op Aruba. Dan zou het heel mooi zijn als je dat bij elkaar kunt krijgen. En dan willen die mensen natuurlijk, omdat het werken en leren zou zijn. Die willen natuurlijk op hun eigen eiland die baan hebben. Dus vandaar dat we zeggen, nou dan moeten we naar die mogelijkheden kijken. Maar dat vraagt wel wat van de digitale faciliteiten. En zo hebben wij hier bij de IT Academy prachtige faciliteiten. Dat zou zo ingezet kunnen worden. Maar dan moeten we natuurlijk ook zorgen dat die faciliteiten op Curaçao en Aruba er zijn. Dus daar gaan we volgend jaar echt naar kijken. Omdat COVID ons wel geleerd heeft dat sommige dingen online kunnen. Maar ik zeg je wel heel eerlijk, voor gewoon een 5 dagen in de week naar school, dan wil je echt niet online. Dan wil je hier zijn, dan wil je die praktijk meemaken. En ja, je wil ook het echte contact met docenten en je medestudenten hebben.